Hey Tom. Hey. Ja, dan, we hebben net één stap naar binnen gedaan. En, maar we gaan gelijk filmen en jij gaat me rondleiden in Pand Londen. Waar zijn we? Dam 2. Ja. En, logement. Logement, ja. Ja. We gaan snel naar binnen, want ik voel hier alweer de wind. Deur is open, gastvrij. Maar Tom, je bent van Toms Brillenmode, de Korte Delft. En sinds de kerstdagen heb jij ook een bed and breakfast in Pand Londen. Ja, ik had wat zin over, tijd, een beetje geld en energie. En ik denk, nou, we gaan ook eens iets leuks erbij doen. En kon er ook heel leuk aan dit pand komen. 3 jaar geleden stond het eigenlijk al te koop, maar er is nooit iemand echt op gevallen. En ineens viel me over op en toen is het eigenlijk heel snel beslist zo van doen. En toen zijn we eigenlijk tekeningen begonnen, gemeente, allemaal dingetjes. En uiteindelijk na een jaar lang hebben we toch de vergunning gekregen om hier de boel te gaan verbouwen. Ja, dus we hebben gewoon de hal mooi interessant gemaakt. Hele mooie lamp in Antwerpen. Maar het is sowieso de entreehal is al imposant. Ja. Want hier zat vroeger onder meer de woongoed, zat hier in. Woongoed heeft hier ook gezeten, daarna heeft er een deurwaarderskantoor gezeten. En in tussentijd, toen die eruit waren, hebben de mensen hier nog even privé gewoond, maar die vonden het te groot worden. En dat was de reden dat zij het gingen verkopen eigenlijk. Maar volgens mij is het ook heel groot, want ik kijk net al heel even die kamer zo, hier staan twee hele mooie busjes. Kom, we gaan naar de Royal Albert Hall in. Ja, en die, alleen al die tafel, kijk, dat vind ik helemaal de waanzin dit. Ja, ja. Maar dit, ik begrijp, dit is niet, dit ga je niet per se meteen verhuren, dit is een soort privé, ja, of hoe zit dat? Ja, ja. Omdat mijn vrouw eigenlijk vooral ook dit soort plafonden heel leuk vindt, had ze iets van, wil ik eigenlijk wel snel verhouden. Ja, het is ook prachtig. Maar, ja, goed, mocht het ook zo'n moment zijn dat we zeggen, nou, we zijn hier echt tijdig niet, dan, dan ga ik misschien wel verhuren. Maar ja. Het bijzondere is, kijk, hier heb je een klein doorloopje en dan kom je daar in een enorme achterkamer, moet ik dan zeggen, zeker? Ja, vroeger was het eigenlijk 2 aparte kamers, maar we hebben eigenlijk hier gewoon de muren uitgebroken, zodat het eigenlijk één geheel lijkt. Dus deze doorloop heb je gewoon zelf gemaakt? Ja, zelf gemaakt. Dus het was eigenlijk gewoon dicht tot hier. En hier, is dat een badkamer of zo die daartussen zit? Ja, correct. Hier zit nog een badkamer, wc. Het is heel unit om ook met de mogelijkheid voor een wasmachine te zetten zo. Oh, mooi. Ja. En komt eigenlijk ook het eikenhout weer terug. We hebben gewoon een grote boom gekocht. Echt? Ja, en die hebben ze dan in stukken gezaagd en dan... Waar koop je nou een grote boom? Gewoon bij een boswachter? Ja, dat is reclame. Tuincentrum in Zeeland of zoiets, heet dat. Oké, maar die hebben gewoon net gedaan. Ja, en dan is dat schuren, lakken, schuren. En dan krijg je een mooi sfeervol resultaat. Ja, prachtig. En goed gebruik van de ruimte, toch? Absoluut, heel efficiënt. Dit vind ik ook wel heel bijzonder, twee van die... Ja, van die mooie oude Engelse palen. Als ondersteuning. Er staat nog wat rommel, mensen, dus dat hoort erbij als je net bent begonnen. En nog niet hier. Daar een bed op. Ja, dus dit wordt straks wel één. We gaan die glazen plaat tussen leggen waar je overheen kan lopen. Okay. En hier komt zo'n mooie stalen trap. Zo'n ouderwetse look. En dan geeft het ook een sfeer. Een beetje wel een balustrade dat je niet naar beneden pleurt. En een mooi kookeiland. Ja, of eruit, hè? Wat? Ik vind ook echt die luiken voor de ramen, die vind ik helemaal fantastisch. Ja. Super hoog. Ja. Ja, dat geeft echt sfeer terug. Het is wel zat er die er gewoon nog in? Het zat er allemaal in, alleen de vorige bewoner of eigenaar, die had hier echt van dat, natuurlijk voor de kou, voorzetramen. Alleen nadeel is, als je dat doet, kan je het allemaal niet meer gebruiken. Dus ik vond het toch wel zonde. Ik denk, nou, dan stoken we maar iets meer, maar dan heb je toch weer dat je alles kan gebruiken. Een prima tuin ook. Ja, lekker diep. Ja. Met een schuur. Dingen, hoe heet het? Garageachtig. Heb je gewoon een vrij achterom ook? Ja, vrij achterom. Ja. Want het is, je bent de buren van het pand van Maxton, toch? Dat is het. Er zit eigenlijk nog wel één pand tussen. Ja, ja. En toen heb ik het als vanuit de lucht, vanaf het dak daar gezien. Ah ja. Ja, ja. Maar laten we doorlopen, want voor je het wel een half uur. Maar het is een prachtige ruimte dit. Even kijken, klopt. Ik loop even terug. Ja. We zitten nu al 5 minuten. Moet je een beetje knippen, ja. Kijk. Kan je piano spelen?
past natuurlijk als klassieke sfeer wel bij het pand, hè? Ja, het is prachtig. Maar hij heeft een sleutel. Hier is het wel donkerder. Ja, het is wel donker, maar het is allemaal automatische verlichting in, dus loop je eerst pad, springt het zo aan. Hé, hey, maar als ik het allemaal zo zie, is de brillenbranche wel een goede business, of niet? Ja, misschien heb je wel een vette erfenis gehad. Het staat zo op de rest. Dat weet ik allemaal niet. Hé, hey, de elevator zit er zelfs in. Oh ja, 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 ja. Mooie trap ook. Ja. Is ook helemaal nieuw. De trap was wel bestaand, maar die is wel opnieuw bekleed. Door de vorige woning nog wel. Maar wel heel mooi. Hier wordt het even heel donker. Ja. Oh, dat gaat. Dat gaat allemaal automatisch. Ja, als ik het zeg. Windsor Castle. Dat is Victoria Stuart. Victoria Stuart, ja. Dat is allemaal de Engelse namen van de beroemde mensen. Oh, die is wel natuurlijk. Jammer. Er wordt nog aan gewerkt. Ja. Nou, daar zoomen we niet te veel op in. Als het mooi zeg. Ja. Ja, het geeft allemaal diepte. Dat soort dingen. Allemaal ruimte. Zelfs de kledinghanger daar is uniek, hè? Bijzonder, ja. Je verzint sowieso wat. Oh, en hier zit de douche achter de keuken. Ja, maar toch is het wel een beetje half open. Om toch zoveel mogelijk sfeer te krijgen en niet te veel hofjescultuur. Nee, een beetje klein wordt het dan en zo. Daar nog een. Oh, daar. Zo, kijk. Opnieuw helemaal betegeld, zo eigenlijk. En hier ja, de vloer hebben we een opening doorheen laten zagen. En met de oude vloer van, wat was het? Dat is ook leuk de Griek of zo? En de, uit de oude vloer van de Griek? Nee, was het de Griek of de. Wat bedoel je? Ik moet even denken, waar nou dat nieuwe hotel de Zeeuwse Streek in zit? Of dat restaurant. Oh, van het Griekse restaurant? Ja, ja, ja. Is dat de vloer? Dit is de vloer ervan. Peter, hoor. Ja. Die heb je gewoon opgekocht en. Ja. Gewoon een beetje opgeschuurd. En dat vind ik wel leuke dorstverbanden. Dat kan zo ook met een burger dronk. Fantastisch, joh. Mooi plafond, mooie vloer. Ja, ja, allemaal origineel. Ook bijzonder, eigenlijk, is een beetje luxe. Een wijnklimaatkoelkastje. Man. En? Jij bent een wijnliefhebber, hè? In de winkel zie ik dat ook wel eens voorbij schrijven. Ja. Nou, lijkt net alsof ik aan de drank ben, maar dat is niet. Nee, maar je bent gewoon een liefhebber zo. Luxe kranen met de mogelijkheid van spa blauw of spa rood. Nee. Ja. Uitkraan. Hoe luxe wil je het hebben? Dus dan heb je gewoon koolzuur water? Koolzuur. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, ja. Maar, nou, dan komt natuurlijk weer meteen de vraag. Het is luxe, groot, ja. Helemaal nieuw. Ja. Wat betaal ik hier voor een nacht? Nou, voor in het laagste seizoen? Laten we zeggen, het laagste seizoen nu is €150. Nou, dat vind ik een nette prijs hoor. Dat is niet veel, hè? Want nee, als je kijkt, dit soort maten, ik bedoel, tv met alles erop en op, aan. Op een schildersezel? Ja. Netflix. Maar hoeveel mensen kunnen in deze unit? Is dit is gewoon voor 2 personen. Het is wel super mooi. Mooi uitzicht. Heel centraal. Ja. Hier die oude luiken, dus als je naar bed gaat, is gewoon even luikje dicht. Dus het is gelijk donker, maar je hebt toch die mooie oude elementen die, die erbij komen. En ook weer zo'n tafel. Ja. Ja, mooi. Op slokje, naar de volgende. Slokje? Of doe je alleen alcohol? Nee, ik doe ook alles water. Maar het is prachtig, prachtige keuken. Ja, vaatwassertje. En is dat een gasopen haard? Ja, dit is gas. Ja. Een gashaard moet ik zeggen, Fab. Ja. Hier, en ben je ook al te vinden op Airbnb en alles? Airbnb en Booking. Booking.com. Gelijk. Dat is ook. Gaat ook nog een stofzuiger. Ja, weet je. Het is werk en uitvoering. Geeft helemaal niks. Ja. Oh, jongens toch. Ja, het is wel een hele andere soort ruimte. Dit is ook een stuk kouder. Ja, maar er wordt dan even niet gestookt. Er staat wel een mooie grote kachel in. Dus we hebben hier allemaal milieuvriendelijke pelletkachels. Oké. Okay. Dus, oh, daar zat ook een zak naast je. Ja.
hier wordt nog aan gewerkt. Er komen straks ook mooie luiken voor. Dat mooie je zelf bank. Sfeer krijgt. Heel mooie, diepmakend. Ja, ze zeggen altijd, ik heb er geen verstand van, maar ik vind dat jullie wel heel mooie smaak hebben. Heeft je vrouw daar ook nog een invloed op? Absoluut, of hebben jullie absoluut. Daar een binnenhuisarchitect voor gedaan? Nee, nee, nee. Is dat allemaal eigen? Ja? Is echt uit eigen hand. Combinatie maar, van, maar wat is nou jullie belangrijkste inspiratiebron? Of is het echt een mengelkamer? Deze deur ook, joh. Vind ik echt een bijzonder ding. Ja, echt heel bijzonder zo. Ouderwets, ja. Echt een robuust ding. Wat is een inspiratiebron? Je kijkt wel op Pinterest. Maar het is natuurlijk een beetje een... Natuursteen? Ja. Prachtig hoor. Industrieelachtige mix. Oh, weer zo'n deur? Ja. Een beetje dat licht maar aan. En, ook nog een bijzonderheid. Ook heel uniek. Een grote douche-wc. En wat voor wc? Een grote douche-wc. Kom je in de buurt. Gaat het zelf ook. Ah nee! Begint gewoon luchtjes af te zuigen. Wat zeg je daar nu? Nou goed, in de onaangename luchtjes af te zuigen. En daar zitten ook allemaal knopjes aan. Ja, ben je klaar de duivel knopje, komt er een straal met warm water. Spuit gewoon heel de handel schoon. Daarna zet je hem op feunen en dan wordt het lekker allemaal drooggefeund. Ik zou bijna aan je vragen, mag ik ook mijn schijt? Dat is wel heel maf. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Ja. En jullie hebben niet bezuinigd op luxe, dat is wel... Nee, absoluut niet. En zijn jullie, want ik zie hier, je zijn net Zeeuwse streken, hoe zijn jullie daar in samenwerking mee? Nee, maar het is natuurlijk wel leuk om straks, als mensen hier allemaal zitten, om ze te verwijzen naar de plaatselijke, betere, leukere restaurants. Ja. Want dat past wel bij... Jullie denken wel heel Middelburgers. Ja, tuurlijk, ja. Ik vind, je moet elkaar versterken. Ja, helemaal mee eens. Ja. Nou, hier ook weer de wijnregulering in de oven. Correct. Prachtig. Ja. Nou, next. Mind your step, dat is ook Engels. Mind the gap, mind the gap is dat. Oké. Okay. Ja, het is net een gevaarlijk opstapje. Dus, nou. Nou, we hebben hier een verdieping hoger. Wat in totaal zijn het? Hoeveel kamers? Het zijn in totaal 5 ruimtes. Ruimtes, ja. Ja, ja. Uiteraard, kan je ook met de lift. Ook mooi hoor, dit. We gaan de lift er ook eens bij aanhalen. Die balk heb je er gewoon een soort in weggewerkt. Ja, origineel was hier vroeger de ingang naar die ruimte, maar die hebben we gewoon dichtgemaakt omdat het gewoon leuker uitkwam. Dus er zit gewoon een vierdubbele laagse gips tegen voor geluid, voor de brand, dat het allemaal heel safe is. De tower, de laundry room en de Covent Garden. Ja. Dan komen we in de ruimte. Oh, die gaat dit is dan de lift, helemaal mooi ingericht. Ja, leuk zeg. Ja. Next one. Prachtig. Nou, welkom in Covent Garden. Zit eigenlijk allemaal, joh. Ze zijn ook echt allemaal anders, hè? Allemaal anders. Allemaal weer zo'n mooi, daar gaat ie. Hoppakee. Oh, er zit zelfs licht in. Dat is daar niet te geloven. Dat is niet te geloven. Ja, ja. En alle rest van de verlichting is ook wel zelf helemaal handmatig aangebracht. Met koperen pijpjes om het allemaal extra sfeer te geven. Oh. Hele fijne douches. Dat is ook, waar die er net zag ik een enorme stort. Ja, hier ook. Heel makkelijk. We gaan even als demo gaan lekker onder de douche. Maar het is heel makkelijk, je duwt op het knopje. Pat, water. Okay. Niet moeilijk van hoe zit het, hendeltjes is of zo. En dat gaat vanzelf ook weer uit, want dan moet je weer gewoon op het knopje. Je moet wel een knopje houden. Maar je voelt nu al warm water. Dat is oké. Dus het is niet een uur wachten en niet warm worden, het is gewoon gelijk. Bam. Ja, dit is ook gewoon mooi. Ja. Prachtig. Een mooie ruimte verder hier. Ook weer een prettige peltkachel. Ga je gewoon op tijdsklokken instellen, zo van ik wil dat hij zo laat aangaat en zo uit. Ik kan hem zelfs via de wifi bedienen. Want dat zit er ook allemaal in dat soort wifi, ja, van alles voorzien. Hier heb je helemaal een mooi uitzicht. Ja. Tot aan het stadskantoor. Juist. Ja. En dan de slaapkamer boven, dat is ook leuk. Zo'n, Ja, dit is eigenlijk ook een vierpersoonsruimte. Oh, er zit daar nog een slaapkamer, ja, dat zie ik niet pas. Inderdaad,
inderdaad een... Zo, lekker slaapkamertje. Niet zo heel netjes. Zo. Ah, dat knizo die erop let. Ja. Ja, als je zo'n mooi ding dan wil je natuurlijk... Op een gegeven moment dan zijn alle details belangrijk. Ja, ja, is het. Ja. Ook allemaal dit soort lampen, hè. Gewoon helemaal zelf verzonnen. Nee, dat kan je niet kopen standaard. Dat is gewoon, ja, even kijken hoe het uitkomt. En hierachter nog voorraden en ja. Ja. Mooi. Ja, trap zelf laten lassen zo. Uniek modelletje. Ja, prachtig. Ik loop alleen maar superlatief. Maar ik meen het oprecht, het is... Dankjewel. Misschien wel de mooiste BMW die ik heb gezien in de stad. Tot nu toe. Ja. Misschien wel hoor. Je ziet wel zo'n foto's van anderen en dan denk je, oh leuk. Maar ja, dit is ook verrassend in de ruimte. Hè? Nou en of. Ik denk dat heel veel kleiner zijn dan dit. Dit is en hier heb je gewoon een stenen muur. Ja, hele mooie oude Middelburgse moppen of zoiets. Ja, ook biljarttafeltje zelfs. Nou, we hebben nu ervaren, we zijn al een beetje in de lucht, dat dit voor heel veel mensen toch heel prettig is. Zo'n leuke tafel, gelijk, huppakee, kinders gaan gelijk aan de slag ermee. Oude bedstee, toch helemaal benut. Als een... Ja, nou, er zitten dus allemaal van die verrassende en weer zo'n mooi toilet. Ja. Nou, het is echt op een topluxe, hè. Heb je ook foto's gemaakt van de oude situatie? Ja, uiteraard. Oh, die wil ik dan wel eens zien. Ah, ja. Ja. Ik ken het pand natuurlijk niet zoals het was. Nee. Mooi. En hier een hele steile trap. Ja, die trap is verplaatst van die plek naar hier. We hebben hier de balken laag uitgegooid om de zolder er goed bij te kunnen betrekken. Is dat ook nog een bed? Dus je hebt nou een hele mooie vierde. Een vierde, ja. Filmt gewoon door, hè? Knap, ja. Met gevaar voor eigen leven. Ja. Oh, daar dan ook weer de douche achter. Hier de douche achter, inderdaad. Ja, leuk. Ergens moet hier licht zetten. Ja, ergens moet hier gewoon afstand in liggen. Nou ja, met het idee is duidelijk worden. Ja. Nee, maar het is wel jammer. Ook mooie lampen. Oh, hier. Voilà. Ja. Kijk. Oh, dan gaan gelijk een afzuiger aan. Ja. Allemaal weer anders, hè? Nou, en of? Ja. Wel met herkenbare... Oh, maar dit is ook weer anders inderdaad. Ja. Mooi, hoor. Ja. Super. We zijn er blij mee. Het is klaar. Kunnen de gasten ontvangen. Ja, nou, je begint natuurlijk niet midden in het seizoen, maar er eigenlijk net voor of ertussen. Ja. Maar dat gaat helemaal goed komen hier volgens mij. We hebben even een beetje de kerst meegepakt. En ga je dat zelf ook allemaal een beetje? Of nee, heb je iemand die dat... Suzanne Lievensen, volgens mij is ze bekend bij jullie op de site. Ja, die hebben we pas geleden gesproken. Ja. Oh, leuk. En die met hart en ziel doet ze echt dit helemaal leuk. Voor je fixen. Ja. Nou, super. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel voor de rondleiding. Dan ga ik op de terug en maak ik nog wat foto's. Maar super om dit even te zien. Okay. En, ja, ik wens je heel veel succes, jullie heel veel succes met... Dank je wel. Maar volgens mij we hebben zelf ook nog een site waar je op kan kijken. Dat heet www.slapenmiddelburg.nl. Slapenmiddelburg.nl. Aan elkaar. Oké, okay. Ja. Ah, helder. En dan kan je die link zal ik er even bij zetten. Kunnen wij eens even rustig kijken. Perfect. Dankjewel, hè. Ja, jij ook bedankt.